Yo, dames en heren, het is nu 10 uur 's avonds en ik heb nog super veel werk van school. Ik moet nog fucking veel taken maken tegen morgen. En daarom vond ik het dus een geweldig idee om een video op te nemen. Want aan de huiswerk ga ik toch nooit beginnen. Mijn mama is op huwelijksreis geweest. Oh my god, Acer, is je mama getrouwd? Ah! Wow, speciaal. Dus ik was 2 weken alleen thuis. En in die 2 weken heb ik gekke dingen meegemaakt. Echt waar, ik kan er een video over maken. En dat ga ik nu ook doen. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. En ik denk wel dat dit echt een van mijn betere video's gaan worden. Ik heb geen script geschreven, maar in mijn hoofd ziet het er echt fucking nice uit. En meestal is dat echt slecht. Want als je denkt dat je goed hebt geleerd voor de toets, dan is het meestal de grootste poep seks ooit. Dus, oké. Okay. We gaan er maar aan beginnen. Ik ben Acid en ik zal zeggen, let's fucking go. Dus ik was 2 weken alleen thuis. Eigenlijk 17 fucking dagen, maar oké. Okay. En ik ben een fucking puber van 16 jaar. Dus ik geef natuurlijk zieke feestjes. Yo, bitches, where the party yet. Want ik bedoel, als je 16 bent en je ouders zijn op reis en je bent alleen thuis, dan perfecte moment om gekke huisfeesten te geven natuurlijk. En ik ben 16, ben een puber, dan moet je toch huisfeesten geven. En je ouders zijn niet thuis. En je zou dan denken, super cool, je ouders zijn niet thuis. Like, you can do whatever the fuck you want. Je kan naakt door je huis lopen, je kan alle deuren open laten staan, je kan de handdoek op de grond laten liggen in de badkamer. Je kan alles doen wat niet mag. Maar eigenlijk heb ik echt ontdekt dat alleen thuis zijn zonder mama echt ziek veel nadelen heeft. Echt, deze week was moeilijk. Ik bedoel, ik kan niet koken. En ik ben ook niet gewend om naar de winkel te gaan. Dus ik had nooit eten. Ik heb meer droge pasta gegeten en droog brood dan iets anders. Oké, ik heb honger. Laten we hier eens even iets lekker eten. God, please, no. No. No! No, please, please, no, 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 please, no! No! Please, no! En daarom ga ik jullie vandaag eens een paar dingen zeggen waar ik echt op gelet heb. Waarom ik eigenlijk echt nog niet klaar ben om alleen te gaan wonen. Waarom ik echt iemand nodig heb die mij een beetje stuurt. Die een beetje structuur brengt in mijn leven. 'S morgens opstaan om naar school te gaan. Normaal komt je mama 10.000 keer binnen in je kamer. Yo, opstaan, het is tijd om naar school te gaan. Ta ta ta. Ik ben deze week 5 keer te laat gekomen. En er zijn 5 schooldagen in een week, dus wow, wacht. Ik ben elke dag te laat gekomen. En eigenlijk is het simpel, want als niemand mij wakker komt maken 's morgens, dan is alleen die wekker er en ja, dan gebeurt dit. Ik heb gewoon iemand nodig die echt serieus mij half uit mijn bed sleurt of zo. Nog iets vreselijk, dat zijn kleren. Kleren moeten gewassen worden. Ik weet niet hoe een fucking wasmachine werkt. Ik heb daar eens naar gekeken. Ik heb een tutorial opgezocht op YouTube. Echt waar, begin daar niet aan. Wasmachines zijn moeilijker dan chemie en fysica en biologie. Ik snap er niks van. Lichte kleuren, donkere kleuren niet bij elkaar. Ik ga maar niet beginnen over de kattenbak uitkuisen, want dat wil je echt niet weten. Dat is echt het ergste ooit. Ik wil er echt niet meer aan herinnerd worden hoe het is om strontjes uit zand te... Maar Acid, je hebt toch andere familieleden? Waarom ga je dan niet daarheen als er iets is? Ik ben een puber. Ik wil bewijzen dat ik op mezelf kan wonen. Wat ik dus echt niet kan. Kijk, ik weet echt niet wat dat is. Als vrienden van mij alleen thuis zijn, dan is alles nice. Yo, alleen thuis, super chill, yay, feest. Ik was alleen thuis en dat was raar. Ik heb al 2 weken niet meer ontbeten. Like, this shit is really fucked up. En ik weet niet of jullie het weten, maar ik drink dus geen frisdrank. Ik drink alleen maar water. Al 7 maanden of zo, ik drink alleen maar water. En soms is bier, maar ja, dat is ook maar op speciale puberavonden. Daar spaar ik dus enorm veel geld mee uit, want eigenlijk moest ik gewoon steeds een flesje water vullen aan de kraan. Maar ik meen, het kraanwater heeft echt een rare smaak gekregen in mijn mond en ik vind echt dat smaak naar poep
of zo. No. Maar ik heb wel veel geld uitgespaard daarmee. 70 euro. En die 70 euro ga ik doneren aan Afrika. Met de Giro. Omdat ik goed hart heb, doneer ik ook eens iets aan een goed doel. Dus yo, Acid, you're a good guy. You donate shit. Ik weet het. Ik heb iets gedoneerd voor de allereerste keer in mijn leven aan een goed doel. En dat allemaal in de week dat ik alleen thuis was. Awesome. Nog iets is dat ik enorm veel dingen heb kapot gemaakt deze week. Normaal als je ouders thuis zijn, pas je op voor dingen aan. Ja, dat was er niet. Ik weet niet. Mama, alsjeblieft, kom terug naar huis. Ik heb je nodig. Het doucheputje zit vol mijn haar. Het water stroomt er niet meer door. Wat moet ik doen? Help, alsjeblieft. Ik kan jullie je house tour geven en tonen hoe fuck mijn huis is. En hoeveel dingen ik kwijt ben. Normaal als ik iets kwijt ben, zoekt mijn mama het altijd. En dan vindt zij dat en dan heb ik het terug. Nu is zij er niet. Ik ben fucking veel dingen kwijt. Als zij terug is... Ze gaat overstapeld worden met werk. Ik ben echt 90% van al mijn dingen kwijt. Daarom heb ik deze hoed aan. Omdat ik bijna al mijn petten kwijt ben. Wat ergst is toch wel deze kamer. Mijn kamer is al heel veel echt gewoon een grote ziekte geweest. Maar nu is het echt gewoon erg. Ik kan de grond bijna niet meer zien. Want het ligt hier vol met onderbroeken en sokken en... Kijk mama, kom gewoon terug. I need you, alsjeblieft. De eerste dagen dat mijn mama weg was, heb ik eieren gegeten. Maar dat was ik ook beu na 3 dagen. Dus ja, dan... I'm so done with this. Ik ben echt nog niet klaar om alleen te wonen. Echt gewoon niet. Ik zeg superveel dat ik alleen wil gaan wonen, maar ik ben er niet klaar voor. Echt, ik zou doodgaan in mijn eigen vuil. Ik zou gewoon verdrinken en alles. Ja, dat was het verhaal, dames en heren. Bedankt om te kijken. Vond je het leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ik ga een beetje zwemmen in de kleren. Yo. Woe. Yo, dames en heren. Ik ben hier aan het zwemmen in mijn kamer. En kijk wat ik ineens vind. Het is... een roze tutu. Deze.